Zaterdag hebben Tess en jij een heel bijzondere gast in de show. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, ik ben al helemaal Engels aan het instuderen. Hoe gaan we dat aankondigen? Van ladies and gentlemen, we proudly present Miss Pamela Anderson. Nou, daar komt ze natuurlijk op met haar Engelse danspartner. En dan gaat ze een kuur schaatsen. Nou, ik hoop dat de kuur beter gaat dan dat ze het in Engeland heeft gedaan. Maar... Ja, want daar kon ze niet alles binnenhouden. Nee, daar kon ze niet alles binnen. Dat vind ik het minst erge. Maar ze struikelde natuurlijk ook een paar keer. En dat is de nervositeit en zo. Maar het is natuurlijk toch wel een enorme verschijning. Het is ook een enorme, gezellige, blonde stoeipoes nog steeds. Ze verkoopt zichzelf goed. En ja, en de hele wereld kent Pamela Anderson. Dus wij vinden het ontzettend leuk dat we er in de show hebben. Dus Tess en ik zijn er hartstikke trots op. Dat heb SBS6 goed geregeld. Ja, en keek je vroeger naar Baywatch? Is dit voor jou spannend? Ja, dat is voor mij heel spannend, want ik ken de verhalen wel van Hans Klok, omdat hij een jaar met haar gewerkt heeft in Las Vegas. Maar goed, wat de mensen nog niet weten, volgende week hebben we Rihanna, dat is natuurlijk nog leuker. Dus ja, zo gaan we maar door. Ik denk dat het heel goed gaat met SBS6. Ja, precies. En een kuur, je zei het net al. Wat gaan we van haar zien? Gaat ze laten zien dat ze het nog beter kan, want toen ging het iets mis? Of gaat ze echt totaal iets anders doen, of weet je het nog niet? Nou kijk, ze zit natuurlijk niet in een wedstrijdelement, dus ik denk dat de druk iets minder is. En ik weet dat ze ook al... Vrijdag dan doe ik mijn generalen en mijn dansers doornemen voor de volgende avond. Dan is ze er ook al. Dus ja, op zich hartstikke leuk. Dus ik denk dat het helemaal grappig wordt. Ja, wij hebben er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Dus ze doet gewoon volle bak mee? Gewoon kijken. Vanaf 8:30 zijn we ervoor. Hè. We hebben er zin in.